Dit is het verhaal van een man die ervan wordt beschuldigd een van de grootste kopstukken te zijn in de kooksmokkel die België ooit heeft gekend. Hij is rijker dan Kevin de Bruyne en Eden Hazard samen, heeft de burgemeester van Antwerpen gezegd. Tienduizenden kilo's coke zouden door hem in Europa zijn gedistribueerd. Tot nu toe is hij nog nooit vervolgd voor deze misdaden. Als hij echt onschuldig was, waarom maakt een prominent lid van het gevreesde Sinaloa-kartel dan een video waarin hij eiste dat hij zijn schuld zou vereffenen of anders? Dit is het verhaal van Othman L.B. Othman L.B. werd geboren in 1986 en groeide op in Borgerhout, Antwerpen. Als jonge tiener was Othman al vaak te vinden in de haven van Antwerpen. 'S Avonds laat begon hij met het uithalen van ladingen coke uit containers voor zijn opdrachtgevers. Gedreven door het doel om nooit gepakt te worden, werd hij er een meester in en het geld stroomde binnen. De meeste van zijn medecriminelen zouden geld uitgeven aan snelle auto's en dure merkkleding. Maar Othman was anders. Meestal worden de jongens die de coke uit de haven halen gezien als voetsoldaten onderaan de ladder. Domme, jonge jongens, die in wezen het meeste risico nemen in de distributieketen en het minste verdienen. Meestal kregen ze een paar duizend euro voor hun inspanningen. Wat vergeleken met de waarde die ze voor hun opdrachtgevers hadden binnengehaald, maar een fractie was. Othman was echter slimmer. In plaats van contant betaald te worden, besloot hij dat hij in producten betaald wilde worden. Een heel slimme beslissing als je erover nadenkt. Hij zou zijn betaling in coke krijgen voor dezelfde prijs waarvoor de importeur het in Zuid-Amerika had gekocht. Meestal ergens tussen de 2000 en 4000 euro per kilo. Maar we weten allemaal dat zodra de coke veilig aankomt in de haven van Antwerpen, de prijs onmiddellijk omhoog schiet naar ergens rond de 25.000 euro per kilo. De coke zelf verkopen zou hem dus veel meer geld opleveren. Al met al was dit een briljante zakelijke beslissing. Othman bouwde zijn eigen netwerk op en in plaats van zelf midden in de nacht de coke te gaan halen, recruteerde hij zijn eigen mensen om dat voor hem te doen. Die waren niet slim genoeg om te vragen om betaald te worden in coke, dus Othman zijn marges bleven enorm en het stuurde zijn carrière als smokkelaar. In relatief korte tijd was hij extreem rijk geworden en had hij zich een plaats verworven in de top van de kooksmokkel. Eind 2015, begin 2016 nam Othman de verstandige beslissing om naar Dubai te verhuizen nadat hij op de radar van de Belgische politie was verschenen. Hij kon zijn werkzaamheden op afstand uitvoeren en investeren in onroerend goed. Zijn verblijf in Dubai stelde hem ook in staat om zijn geld in alle rust uit te geven. Hoe hoger je klimt op de ladder in de onderwereld, hoe groter de belangen worden. Op 15 november 2016, rond 21:15 s'avonds, stond Othmans jongere broer Younes een onaangename verrassing te wachten. Younes was net klaar met sporten in de Basic Fit sportschool en was op weg naar buiten. Het plan voor de avond was om bij zijn zus te eten en toen hij de sportschool verliet, belde hij haar om te laten weten dat hij onderweg was. Nou, deze plannen veranderden abrupt. Toen zijn zus het telefoontje beantwoordde, hoorden ze Younes om hulp schreeuwen en hoe hij zich in een chaotische situatie bevond. Ze hoorden hoe haar broer ergens in werd geduwd en toen viel de verbinding weg. Ze waarschuwden onmiddellijk de politie en dezelfde nacht werd er een onderzoek ingesteld. Toen ze de camerabeelden van het aangewezen gebied bekeken, zagen ze hoe Younes door vier mannen in een busje werd geduwd en dat uren later zijn auto van de parkeerplaats werd gehaald. De auto zou vijf dagen later ergens in Antwerpen gevonden worden. Dat was dezelfde dag dat Othman contact opnam met de politie van Antwerpen. Othman vertelde hen dat hij contact had gehad met de ontvoerders van zijn jongere broer. Hij zei dat ze losgeld eisten, miljoenen losgeld. Othman noemde ook het meesterbrein achter deze ontvoering. Volgens hem was het niemand minder dan Hussein Aid S. Ik denk dat er bij velen van jullie een belletje gaat rinkelen. Hussein Aid S. was de rivaal van Gwyneth Marta in de mokkeloorlog in Amsterdam, die was ontstaan na een verloren lading coke. Othman ging verder met het geven van zeer specifieke en gedetailleerde informatie over Hussein en zijn handlangers. Hij wist zelfs het serienummer van de BlackBerry die Hussein gebruikte te benoemen. Ondertussen werd Younes vastgehouden in een appartement ergens in Brussel. Weken gingen voorbij. Younes werd vervolgens overgebracht naar Parijs. Tijdens deze periode bleef Othman in Dubai. Omdat hij de politie van Antwerpen bleef voeden met waardevolle informatie, hoefde hij zelf niet af te reizen. Het is meer dan waarschijnlijk dat hij precies wist wat de reden achter deze actie was, hoewel hij dat altijd ontkende. Op straat werd gezegd dat het om een vermiste lading ging. In een exclusief interview met de Belgische krant GVA zei hij een aantal interessante dingen. Toen hem werd gevraagd naar zijn betrokkenheid bij een conflict in de onderwereld, zei hij: "Ik heb geen conflict, met niemand. De ontvoerders waren alleen uit op geld. Ze kozen gewoon iemand van wie ze dachten dat hij veel geld zou hebben. Ten eerste heb ik niet eens zoveel geld om miljoenen losgeld te betalen. En ten tweede, zelfs als ik het kon,
zou ik het nooit betalen. Zelfs geen euro. De politie van Antwerpen zei herhaaldelijk tegen Othman dat hij moest betalen en zette hem onder druk. Ze vroegen hem zelfs: betaal gewoon. Ga je je broertje echt in de steek laten? Toch gaf Othman geen krimp. Of toch wel? Na 37 lange dagen wist Younes te ontsnappen. Dagenlang gebruikte hij een lepel om langzamerhand het slot van zijn handboeien te openen. Daarna wist hij door een raam te ontsnappen met behulp van aan elkaar vastgebonden lakens. Tenminste, dat was het verhaal dat naar buiten werd gebracht. Klinkt het geloofwaardig? Of heeft Othman gewoon het losgeld betaald? Laat me in de comments weten hoe jij hierover denkt. Er werd gezegd dat Othman enkele miljoenen en of kilo's coke betaalde. In het GVA-interview ontkrachtte Othman dit. Er zijn verhalen opgedoken dat ik het losgeld in geld, goud of zelfs coke heb betaald. Die verhalen zijn onzin. Mijn broer is in zijn eentje ontsnapt uit dat appartement in Parijs. Na alle tips van Othman slaagde de politie erin om de vier ontvoerders van zijn broer te arresteren. Hassan S., Mohammed K., Abu S. en Rachid B. Vier Parijse gangsters met een ernstig strafblad. Hun arrestatie leidde tot de ontdekking van een andere ontvoeringszaak. Enkele maanden voor Younes werd ontvoerd, ontvoerden ze ook Abdelkader Bouker. Net als bij Younes eisten ze ook miljoenen euro's losgeld. Uiteindelijk is er 1,6 miljoen betaald. Maar het mocht niet baten. Abdelkader Bouker is nooit meer gezien. Meer over hem volgt in een aparte video. Rond juni 2018 lekte gevoelige informatie uit een database vol met vastgoed en verblijfsgegevens in Dubai. Het Organized Crime and Corruption Reporting Project deed uitgebreid verslag van dit lek. Zoals je misschien weet is vastgoed in Dubai een booming business en gaat er veel geld in om. De database bevatte 54.000 adressen met 129.000 eigenaren uit 181 landen. Hoewel veel van deze mensen niet wordt beschuldigd van enige vorm van wangedrag, bevatte de database ook informatie over mensen uit de georganiseerde misdaad, personen die een sanctie opgelegd hebben gekregen en andere ongure types. Othman werd beschouwd als één van die mensen uit de georganiseerde misdaad. Na zijn verhuizing naar Dubai kocht en verkocht hij voor miljoenen aan ontroerend goed. Zijn naam is verbonden aan minstens 11 eigendommen met een gezamenlijke waarde van $8,5 miljoen. Meerdere grote herenhuizen in Riem, nog eens 4 eigendommen in de Discovery Gardens en voor $1,4 miljoen aan ontroerend goed in de Address Residence Skyview. Een van de meest luxueuze en prestigieuze wolkenkrabbers van Dubai. Als reactie op deze gelekte gegevens zei Othman: het klopt helemaal niet. Ik ben niet betrokken bij enige vorm van drugsmokkel. Ik koop en verkoop luxe horloges, investeer in ontroerend goed en handel op de aandelenmarkt. Jaren gingen voorbij en beschuldiging na beschuldiging werd geuit tegen Othman sinds hij in 2015 voor het eerst in verband werd gebracht met drugshandel. Maar als we alleen naar de feiten kijken, konden ze hem nog steeds nergens voor vervolgen. Hij hield zich altijd gedijst en hield zich bezig met zijn eigen zaken, waardoor het voor aanklagers moeilijk was om concreet bewijs te vinden dat stand zou houden in de rechtszaal. In april 2022 vond de politie voor het eerst mogelijk belastend bewijs tegen Othman. Tijdens 40 invallen in België, Nederland en Duitsland werden 16 mensen gearresteerd. De invallen vonden plaats nadat de politie in 2021 meerdere in beslag genomen ladingen van in totaal 35.000 kilo had onderzocht, die in verband werd gebracht met Othman. Othman was naar verluid het brein achter deze ladingen die bedoeld waren voor verschillende klanten. Op 2 april 2021 werd een lading van bijna 11.000 kilo in beslag genomen in de haven van Antwerpen. De coke was verstopt tussen een lading leer. Zonder het te weten communiceerden de criminelen via hun Sky ECC-telefoons, terwijl de politie hun berichten las. Dus ondanks hun professionele pogingen om de coke te importeren, maakten ze geen schijn van kans. Na verder onderzoek kon deze lading in verband worden gebracht met 2 andere zeer grote in beslag genomen ladingen coke. Eén lading werd op 12 februari 2021 in beslag genomen in de haven van Hamburg. Deze lading was bijna 16.000 kilo. De andere lading werd op 20 februari 2021 in beslag genomen in de haven van Antwerpen en was in totaal bijna 8.000 kilo. 3 waanzinnig grote ladingen, allemaal met 1 vermeend meesterbrein erachter, Othman L.B. Zoals altijd ontkende hij publiekelijk elke vorm van betrokkenheid. Bovendien zou Othman andere dingen aan zijn hoofd hebben. Er waren verschillende conflicten gaande in Antwerpen en het ging er heftig aan toe. Criminele organisaties vielen elkaar continu aan. Een gemeenschappelijk doelwit in deze conflicten waren de woningen van de betrokkenen. En dit zou snel misgaan.
Op 9 januari 2023, rond 6:30 s'avonds, werden er 3 schoten gelost op de garagedeur van een woning. Een woning die toebehoorde aan familieleden van Othman. Wat bevond zich achter die garagedeur? Een geïmproviseerde woonkamer met een keuken. Verschillende bewoners waren om 6:30 s'avonds in de keuken, waaronder een paar kinderen. Helaas trof 1 van die 3 afgevuurde schoten een jong meisje. Ze overleed in het ziekenhuis. Later werd bekend dat dit het nichtje van Othman was. Nadat het duidelijk werd dat het om het nichtje van Othman ging, kwam de politie onmiddellijk tot de conclusie dat deze aanslag deel uitmaakte van de aanhoudende conflicten in de Antwerpse onderwereld. Othman ontkende onmiddellijk alle aantijgingen dat hij het beoogde doelwit van de aanslag was. Met mijn hand op het hart, ik heb niets te maken met wat er met mijn nichtje is gebeurd, zei hij. Ik zal blijven zoeken tot ik de lafaard vind die dit heeft gedaan. Dit was een vergissing. Het was zeker niet tegen mij gericht. Op de vraag hoe hij daar zo zeker van kon zijn, terwijl hij uit een beruchte misdaadfamilie komt, antwoordde hij: wij als familie zijn niet berucht. Kun je 1 aanslag noemen in Antwerpen, waarvan er de laatste jaren veel waren, waar mijn familie bij betrokken was? Ik zal je het antwoord geven. Geen enkele. Ik ben niet gewelddadig en heb geen conflicten. Ik woon al 12 jaar niet meer in België. De politie wil een goede sier maken ten koste van mij. De waarheid zal boven tafel komen. Daar zorg ik voor. Toen kwam op 10 maart 2023 het nieuws dat de Belgische openbare aanklager 9 jaar gevangenisstraf eiste tegen Othman voor het invoer van grote hoeveelheden coke en het witwassen van geld. Bovendien eiste de aanklager 8 jaar voor zijn broers Nordin en Younes. Othman en zijn broers werden beschouwd als sleutelfiguren van de Europese onderwereld. De aanklager is ervan overtuigd dat ze een zeer sterke zaak hebben dankzij alle Sky ICC-berichten en de onderschepte ladingen coke die Othman zou hebben gecoördineerd. Ze zeggen dat Othman Big Brother heette. Sommige berichten die Big Brother naar zijn broer Nordin stuurde gingen als volgt. Kan ik geld sturen? Die 100 die je hebt gedaan was succesvol. Waarop Nordin antwoordde met een smiley. Je had 1,3 miljoen min 200 is 1,1. Nu is 90 keer 29 3,7 miljoen. Kan ik dat morgen opsturen? Sorry, 650k was ik vergeten als investering. 3 miljoen 150.000. Nordin antwoordde. Oké, ik heb 3 miljoen. Allemaal in briefjes van 100. Zei Othman. Bro, misschien wil je daar 1 miljoen. Dan hoef ik niet elke keer bij je aan te kloppen. Antwoordde Nordin. Waarop Othman zei. Heb je ook een plek waar ik nog eens 10 miljoen kan verstoppen? Alleen voor mij? De berekening die Othman maakte in het bericht zou betrekking hebben op een lading coke van 100 kilo. 6.500 euro per kilo inkoopprijs is de investering van 650k waar hij het over heeft. Met de 90 keer 29 zou hij doelen op 90 kilo, die voor 29.000 euro per kilo aan een handelaar worden verkocht wanneer het eenmaal in Europa is aangekomen. Nog veel meer berichten over grote hoeveelheden geld, transporten die gepland staan en nog veel meer zullen in de rechtszaal gebruikt worden om Othman uiteindelijk achter de tralies te krijgen. Othmans reactie op dit nieuws? Ze zullen me nooit vervolgen in deze zaak. Er is gewoon geen bewijs. Maar dat was misschien nog niet eens het slechtste nieuws dat Othman te horen zou krijgen. Slechts 4 maanden later begon de Verenigde Staten zich ermee te bemoeien. Op 19 juli 2023 zette het Amerikaanse ministerie van Financiën Othman, zijn broers en compagnon Ben Azza op de OFAC-sanctielijst. Op de sanctielijst van het Office of Foreign Asset Control staan betekent dat elk eigendom dat je bezit, elke bankrekening die je hebt, elk bedrijf dat je bezit, elke auto die op jouw naam staat en die banden heeft met de VS geblokkeerd of in beslag genomen kan worden. Al met al, zeer ernstige gevolgen. Othman maakte zich echter geen zorgen. Denk je dat ik iets bezit? Luidde zijn korte en eenvoudige antwoord op basis van het nieuws. Ik moet hem het nageven, hij is een moedige man. Op basis van wat we nu over hem weten en hoe hij zich altijd heeft bewogen, zou het me niet verbazen als hij een goed doordachte truc heeft uitgehaald om alle bezittingen van zijn naam op die van iemand anders te zetten, zodat er geen beslag op kan worden gelegd. Maar alleen de tijd zal het leren. En toch alsof het niet erger kon. Op 20 juli gebeurde er iets wat de beschuldigingen tegen Othman enigszins zou rechtvaardigen. Er dook een video op van iemand die lid zou zijn van een prominent Mexicaans kartel. Hij zei dat hij spreekt namens Ismael El Mayo Zambada, ook bekend als de leider van het Sinaloa-kartel. Laten we de video bekijken die gericht is aan Othman. Buenas tardes, señor Baluti. El motivo de este mensaje es para pedirle de antemano una disculpa por haber enviado a mi gente de mi organización a las puertas de la casa de una persona con el afán de cobrar una deuda que tiene pendiente con nosotros, señor.
me disculpo de antemano en el nombre del señor Gómez, para que entienda esto, pero sí le digo una cosa, señor. Mande este video para Culiacán, Sinaloa, oiga. Enséñelo a quien usted quiera, oiga. Ahí en Europa hay mucha gente, oiga. ¿Me entiende? De Sinaloa. Y dígale a esa gente: esta persona me está cobrando, ¿sí? Y esas personas le van a decir quién soy yo. Así como tengo los huevos para venir y hacer este video con mi cara, señor Baluti. Así mismo estoy de parado con mi gente, ya con la gente del Mayo Zambada, señor. De quien quiero, oiga. ¿Me entiende? Entonces, chéqueme bien el dato, oiga. Y le pido una disculpa de antemano en nombre de mi organización. Pero las deudas son deudas de honor. Deudas de hombre, oiga. Este negocio es de hombre, no de maricas. Entonces le encargo de favor, oiga, que se pongan las pilas con esa deuda, señor. Y de antemano le vuelvo a pedir una disculpa. Pero pues también ustedes pónganse serios, oiga. Andamos pues, oiga. Cuídense mucho, familia Baluti. In het kort zei hij dus dat hij mensen naar handlangers van Othman stuurde om een openstaande schuld af te lossen, die Othman blijkbaar weigert te vereffenen. Hij daagde Othman uit om anderen de video ook te laten zien, zodat ze hem konden vertellen wie hij is en met wie hij te maken heeft. Dat hij de video maakte met zijn eigen gezicht zichtbaar en een directe boodschap aan Othman stuurde, is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Hij leek behoorlijk serieus, dus de schuld is waarschijnlijk niet slechts een paar duizend euro. Voorlopig kunnen we alleen maar speculeren wat er aan de hand is. Een onbetaalde lading? Een niet terugbetaalde lening? Hoeveel was het? En ga zo maar door. Wat het ook mogen zijn. We kunnen met zekerheid stellen dat Othman wat onopgeloste zaken heeft. Met een aantal zeer gevaarlijke mensen. Voorlopig verblijft Othman veilig in Dubai. Ondanks nieuwe uitleveringsverdragen tussen België en Dubai lijkt de stad niet bereid Othman snel te arresteren en uit te leveren. Hij blijft in luxe leven en is tot nu toe nog nooit vervolgd voor ernstige misdaden en blijft dus onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Al met al een intrigerend verhaal, vind je niet? Ik hou je op de hoogte als er nieuwe dingen gebeuren met betrekking tot zijn zaak. Zoals altijd, bedankt voor het kijken tot het einde en overweeg alsjeblieft om een like achter te laten, een reactie achter te laten en je te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende video!